Shalom Barnabas. We gaan gado voor Abraham, Isaac en Jacob. We gaan tangi. We doro jabaka. En we go in a trap langa reksan sa we tak baka. Afora ka seru we tak over sanga Oude Testament en sanga New Testament. Tide we tak over suma na Christus, a Messias. Sa kodu. En suma kongi. De dirisan dat we tak over. Balanga reksan. Want je jere boom fursan ya jere, teras mai tak, ya Messias na gado, teras mai tak na anobe weska, teras mai tak itak na wedma dis, teras mai tak itak akongi alasma akofko pura wet, akonga nga lobby, ome sotsa ya jere, ome sotsa ya jere, a wet netel moroso langay akseptere na ibumba, dis dati ano kongi Israel wan de Israelito no be wan accepter de san sa yere pa ma furu yusa pe yere de san mine karo no mas mani wo so ala de san dati de ma fin po kreik sa Mesias ko du en sumane le esta a Bible e te ita ka Mesias en a mam chi fu gado en a mam pi ki fu gado en ano gado en a zon fa kot Mek mwa travini ouvo tak ouvo es Jezus God, le mwa tak Jezus na gado. Dus bo mek mwa travini ouvo mwa fuda. No wo tak sa kodu en suma kongi. If you begrijp sa kodu, wo tak ete wan lees baka ouvo a Oude Testament nanga ouvo a New Testament. If you no saksan ouvo a Oude Testament nanga a New Testament, nooit yo begrijp sa Christus. Wat sa idea kom, sa kodu? Apo for lu suku. Sumana u. No gona Lucas 1 vers 54 na 55. Abe yepi hem dinari Israel fu di abe denki fu hem bu ati. Abe yepi dinari Israel lezi. So leki abe taki na nga witata na nga Abraham en na nga hem baka tempi ken fu tegi. Dus a tegi Abraham, Isaac na nga Jacob fu langa? Fu tego. Dus a for bond sa gado mbeki na nga Abraham na nga Isaac na nga Jacob. Be de tego ube broka akro de da tu bo wezi na for fi u ba de chief Israel broka Old Testament de broka Old akro de ri u broka hila mal masa gado tak no da broka ma fe gona na mari 30 pes 19 gado ne broko e akro de u broka akro de well gado no de wa man dadi asandi gado no man li gado tak noit au broka akro de ri sana gado Gado no de wama. Gado no de wali misma. Dati asali. Gado no wali. Nizi. Efusuma pekin. Dati asa kengi praxeri. Gado ne kengi praxeri. Gado tak noit ay buroka akro de rife. Ane kengi praxeri. Kunap salam ni kena tak te fes. Fes model. Mino sa buroko me akro de ri. Gado tak ano buroko me akro de ri. Ense no tuli si tak gado ne change gado no wali. Gado tak ano buroko me akro de ri. Mar. Uboroka akro deri, dus masam sa. Di uboroka akro deri, la gado be have to make one new one. Dus le faishi, in a forum video sa ube meki, om dat uboroka akro deri, gado ne gado senu ko in slaver nei. Gado panya una hirgu tap meku et pina akro tapu moro alas ma meku de vena le next to forget helemaal suma na ube. Om dat uboroka akro deri, ma le fabeta kikba, ane forgeten. Gona amos ni ke vers a. Lees berda. Luku tem ai fu masyarakat do nena taku na sondu ku no koni. En mesa figi hem ku ro fu da fesi ku ro taku. Gado figi de sondu sma ku na fesi ku no taku. Lees. Ma mino sa figi da heri ku so fu yako ku. Sa gado no du? Mino sa figi da heri ku so fu yako ku. Gado tak ano figi a heri ku so fu yako ku. Gado tak ano figi ala de sma fesa el ku. Da tu an tak de chief esa el le fabe ko lo fu ta fu tego. O figi da wikit sma ku. Ma ano figi ala sma fesa el. Mama san no. Ina ouro testament. Ina ouro akorde. Debe du ma son du sae bom du. I bom tjaro wa meti offerand go. Le kou go waisen ba. I bom tjaro wa lam go offer. Dat na bepaalde son du sae bebi. Bebi tjaro wa lam go. Dat ina ouro akorde. Ina nyu akorde. Sane san a verskilda. Dus ina ouro akorde. I bom tjaro wa lam go. Of. Jusi de pote de. Ebi bebi. Wa bom mo.
if you be pir wansma, if you be sriban wansma frau, if you be broka sabat, bom dede. Ma chit chitra website be goroko, dai bom char wan lango of wan krabita go of wan kogo. Dus a ongo akoro deri, tebe du wansom, I bom chap brudu fu wan metigo of somsi hegi brudu. The biggest ma fu du be de inslavene. Saide, alors non, de want to be broka sabat constant, de wet man, de wet man be de slavene se. De be gide biggest ma fu, agu bere. De se de be gide, de wet man be kira agu. Dat de begide bigisma van de beren, de poten, na edes de nyang, de rommel van abu. Abu na onrein van yon, maar fase self self dan de rommel van abu de nyang. Ube broka sabat constant, ube go begi met my Jesus photo. En au mef de gehoor dat if go begi on false gado, I mus dede, if broka sabat, I mus dede. Sai de ala de chief Israel no dede. Yosef, ala ube dede, ta gado de li. Tak non da au kiri Israel pu helemaal. The biggest mafu when they under a new testament. And so much are a new testament ko a Messias Christus. Go na Jeremia in a delta first, in a delta. Luku, then they come. Is it? So masara de taki. So masara taki. That it means I make you a new accord there in Agada, also for Israel. Gado make one new accord there in Agada, also for Israel. One new one. Is it? En nangada also for you. No le kita akodere. There's a new one, and le ka uru one. There's one for shelde in a uru akodere. Ibom cham brugu fuan meti of UAE brugu. In a new akodere. Go na Hebrew. Hebrew 9, verse 1. Lazy. Dan futru. Da fosi akodere be abi den fasi futini gado tu. Dus in a uru akodere, a eerste one, gado be abi fasi fai mus begin. Dat na tebe be kwa son lide char wan nango. Lazy. Nanga wa santa perisi na gron tapu. Lazy. Because it be meki wan tabernacle, da fusi wan, pede, peda kandra tiki bente, nanga da tafra, nanga da ton brede. Dus in a Old Testament, iba ba wan heel tabernacle en a heel fasi sabi kwa in a Old Testament. Joko kona vers 7. Ma da hoge priester wan wan ben gona ini, grifu tu, tabernacle wan lezi na ini wan yari na wan. Dus in a Old Testament, then once my person do a priestess one lady in one yari, be going at tabernacle go do offering the whole folk. What a verse 9. This is when they want pranky for the 10 dati. Thus, as on that day, they want some for 10 dati one, lazy. With them being be present and make it offering this in the man, make it the summa this is when do the local conformat. It is one lazy. This is when they want pranky for the 10 dati. Dus als aan dat bij de partij dat noemt, is dat is maar hoe je lazy. Dit dan ben je presentie en make it offerandi. Dus dat is maar hoe je make it offerandi, de bechaar de lango, lazy. Dit is nog bij man make it, dat suma dit is ben doen, dat ook wel conforma. Dus dat is maar nog bij man conforma op one side. Dat is maar hoe je begint hier. Dat is maar hoe je plan de zon de pot dat bij de make de ready, we gaan op zon die de herbasi. Op wat toen we hier ready, dan gaan toe lang, dan gaan toe karabita, dan gaan die zon de boel staan voor. Maar dat is maar bij doen. Dus man, dat ben je van dat dus je plant de zon doet dat je pot de met iedereen. Daarom, Psalm 5, vers 7. Lees ik. Jereu, o mijn people, en mis ataki. O Israël, en mis alotoege against you. Mina gado, you gado. Lees ik. Mino sakrasi, you bikasi, fu you offrandi, if we do grow offrandi, this is bende, na mi fesi doro doro. Dus we chap voor een offrandi go, lees ik. Minos ateki wa mankau komo pufu yu osu. Sa gado no du? Minos ateki wa mankau komo pufu yu osu. Des gado ta kom dat web du ala de ogri dat. Minos teka mankau. Des ye plan fa yo go du ogri, te ye poti ko ore te ye chare po. Minos teka san dat. Leis go du ero? Efu wa mankra vita komo pufu yu koe. Leisi. Because if you meti fu da busi, le fu mi. Gado mek ala meti dos desna uke uki, mete eki koe. Salom 31. Leisi. You know when one is slack the offerandi na nga nga nga. Gado tak mi no one is slack the offerandi fu moro. Lazy. You be opo mi kesi. You know when commandery fu bro offerandi na nga sundu offerandi. Gado tak ano one day offerandi fu moro self sleep. Gado no one day bono offerandi fu moro. What's the assessment? Because mi be wani sari ati moro leki offerandi. Nda sabi fu gado moro leki bro offerandi. Gado tak abe wani sari ati en asabi gado moro leki offerandi.
Dus ik stel me voor nog een sap gadon, zolang de pek aan het tellen overhand over de boempa. Gadon nog een sap dat moro daarom en desma voor het broka Oude Testament helemaal. Gadon had je broden. Nee, gadon kwam, hoe kon je slaven nee? Daarom. Gona Hebreeën 9, vers 22. In het Oude Testament, na burdu bij vijf gezonden. In het Nieuwe Testament, na burdu ook toe vijf gezonden, omdat altijd na burdu gadon wanneer voor vijf gezonden bloed. Bloed. In het Oude Testament dan bij de medieburdu, soms dan bij eigenburdu. In het Nieuwe Testament dan, is het dat? En hoe kan dat je dat in de wet? Ik is ook wel dat alles aan de kerk in de bloed. Sam? En hoe kan dat je dat in de wet? Ik is ook wel dat alles aan de kerk in de bloed. Alles aan de kerk in de bloed. Dus in het Nieuwe Testament, bloed van de bloed ook toe. Hoe bedraalde naar alle tekst, discussie, in begrijp als aan die eerste voorzien, maar begrijp. Sa ametias voor toe. Alle de sansa wat is de naf sofu, colora punt is nog bij, begrijp nog, sa ametias voor toe. Oké. Dus je zegt dat de chief Israël nodig Israël moren. Christus zegt wat zegt de chief Israël moren zo vaak. In Israël a tabernakel bede, in Israël a tempel bede. Na dat boven je offeren. San Christus God no, san a functie ten. Gona Hebreeën 9 vers 11 tot 15. Die zo leg hoe precies uit San Christus God do. Ano wet a kopuru, ano kopuru no wet. Vanaf a dit die Christus koe no mag de homo, na wa wet, ino mag nya abu, na wa wet, ino mag kirisma, na wa wet. A wet ano kopuren. Ya, koe si sako, no meka Bible tegu sako. Lezi verda. Ma Christus getro a hoge priester voor de boos aan die sako. Dus Christus koe lepon a hoge priester, lezi. Doro wa moro bigi en moro voor mak tabernakel. Disi no de meki na ga an. Dus a tabernakel na Christus no. Dus in afgoeien naar tempel moro naar Israël, Christus naar tabernakel no. Lees je? Dat is wanneer dat hier, no voeta groot apu disi. Christus no bete vaak groot apu disi, lees je? En abengora in de santa presi, wan lees je no. No doro da brudu fukrabita na ga pikin kou. No doro sa? No doro da brudu fukrabita na ga pikin kou. Dus die Christus kom, abrudu fukrabita na ga pikin kou, sa des ma bube over in a oude testament, in a oude akordeel, an etel moro. Christus teke over. Lees go doro. Maar door hem eigen broedu. Door hem eigen broedu. Dus Christus dede. Door hem eigen broedu. No one lam net el moro. Na one sam dat Christus go do. Ako fko pura lam ofrande wat saye. If Christus no be kof go dede go. Alla de tif Israel go dede. Want a weta ki mus charo a lam go. Dites ma go gede islava ne. Pede bo fene lam go charo over. No go fene. Wat about next? Dus na lam Christus, Christus na lam. En broedu, lees we door. En dan ben ik gora in de santa presi, wat lees je nu? No door dat broedu voor krabita, na ga pikken kou. Maar door hem tegen broedu. Lees je. En dan ben bij wie baka voor tego. Dan ben bij wie baka voor tego. Lees je. Because if dat broedu voor de man kou, na ga de krabita, na ga de assisi, voor wat kou, die zit in de panja na tapu, de sani, die zit in de kring. Lees je. We make it a skin con santa and cream. Lazy. Umoro da brudu fu Christus, bi abengi hem sriti sondro, sondu na gado doro, na yeye fu tego, sa cream un posensi fu dem dede, uroko fu dini, da libi gado. Because fu dizi, ade da mindri man fu da New Testament. 15, ete ma lazy? Because fu dizi, ade da mindri man fu da New Testament. Christus de da mindri man fu a New Testament. Lazy. Zodat die door hem te de, heb een paai voor de zonde die ze bent in het andere, dat Fossi Testament. Zo? Heb een paai voor de zonde die ze bent in het andere, dat Fossi Testament. Christus paai die de zonde van de smaak bij de andere, Fossi in het Oude Testament. Zo bij de andere Oude Testament. De Tim Israël. Lees goed door, Robert. Zodat die dem, zomaar die ze had. Zodat die dem suma disi abben karis akisi da promisi voor de erfenis u tegen. Suma gado be promisi van erfenis. Abraham, Isaac, Nanga, Jacob. Dus Christus kon, akon in plaats voor akrabita sa desma voor be offer. Christus kon lek dati. Suma gado be gaw wet voor offer krabita. Na alas ma gado be gaw wet dat of na de tief Israel uwa. U lees ik pa. Dat na de tief Israel uwa gado gaw wet. Le fout dat ik bij Christus kon lekker lam. In het Oude Testament, deze man van Israël komt samen lam offer.
Christus kolek al lang dat, omdat u brok aan het Oude Testament. Go naar Johannes 1, vers 29, voor bewijs dat moro. Lees het. Wanneer dat maka, Johannes ben je Christus kom naar hem. Dus Johannes zie Christus, akifaka, lees het. En abetaki, luku, de lam fugado. Faka, hè? De lam fugado. Vader heeft zijn de kara lam fugado. Dat u lees het voor Christus na lam fugado. Go naar Romeinen 9, vers 1. Christus na lam fugado. Dus nu ik begrijp zaken doen. Christus kon eigenlijk maar offeranden die de chief Israël. Omdat naar de chief Israël komt daar een lam geofferd. Lees je bijna. Mitaki da waarheid in Christus. Paulus taki ay taka waarheid in Christus. Lees je. En mijn olie. En aan elie. En mijn eigen consensie. Diko toi gitu na ini na santa yeye. Lees je. Dat ik mijn abi wan bigi hebi na ga wan sare alatem na ini mi ati. Because mi beka ha. Because me being can carry one fluke on na me, tapu, is it can prate me for Christos to me brother Eddie. So man had a burger thing, lazy. Me family na skivasi. There's a family who Paulus na skivasi, Paulus na blama Israelit, lazy. Them the Israelit suma. Suma? Them the Israelit suma. Lazy. This is Gado ben teki leki hem folku. Gado take the Israelit suma leki hem folku, lazy. And them abi da glory. They abi da glory, the chief Israel about glory, lazy. Nanga them accorderi. Nanga sa? Nanga dem akorderi. Nanga dem akorderi. Dem meervoud. Oude Testament, zowel Nieuwe Testament, naar de Israëlieten. Lees je? Nanga dem akorderi. Nanga da wet. Nanga da wet ook toen af dem. Nanga da fasi voor dinigado. Dus nanga fasi voor dinigado naar de Israëlieten. Dus in die once up famous dinigado, zo mij moest go. Na de Israëlieten naar de Abba Oude Testament, Abba Nieuwe Testament, naar de Galogie, afasi voor dinigado, logisch. De nako wel in verslaven, lees Deuteronomie 28, desmassa Deuteronomie 28, pas precies. De na de Israëlieten. Lees al. Nanga dem pramisi. Nanga dem pramisi, lees je. Dem abi dem graafo, en na skifasi, Christus ben komo komo dem. Christus ben komo komo de Israëlieten, maar dus Christus na beon Israëlieten ook toe, na skifasi ak motom dem. Christus na beon pastan voor Juda, dus Christus kon hier de Israëlieten. Christus kon die de Israëlite na den akongi. Matthäus 1 vers 21, make a Bijbel. Dus a Bijbel, gado dit make a Bijbel. Anders af die suma de Christus kon die. Want zo suma, make it denk dat Christus kon die. Alles man, dus verschil no de Israëlite ne tel moro. So lang was na ita Christus kon die alles man, want hij dat de Israëlite ne tel moro. To lezi, but dat gado nooit al in den. Maar was moko te ita, no, alles man. Na lobby. Maar wel ben maar alles maar naar lobby. Blakken mij binnen maar alles maar. Blakken mij daarna moeder mee dit. Maar alles maar, sim. Na hoe de schilder kan moeder lak in zijn vak rond haar op next maar. Alles maar, sim. Alles maar, gelijk in Jezus aan. Maar we doen alle af. Suma Christus kon hier. Matthäus 1 vers 21. Hoe haar ik heb een Bijbel tegen. Die Christus zijn geboren. Die zijn de engel. Kom, kom tegen Jozef. Pak een mampje van jou geboren. Die suma kon. Lees je verder. En als hij met jou een mampje ging en je zou krijgen hem, nee? Christus. Lees je? Because als hij voor lusse hem people voor hem zo nu. Suma voor lusse? Because als hij voor lusse hem people. Hem people. Hem people. Hoe lees je bij in Romeinen dat Christus kon de Israëlieten naar zijn passie? Suma voor lusse? Because als hij voor lusse hem people. Voor hem zo'n doen. Als hij voor lusse hem people voor hem zo'n doen. Zoals nou deed dat aan ons haar. Christus kon die alles maar. Koarki, Christus moet voor die suma komen. Kona Matthäus 15 vers 21. Ja, begin aan 21, ja. Matthäus 15 vers 21. Dat Christus ben gove voor drapie. En abe waka gona da birti voor tires na gasidot. Lees je. En luku. Wa oma fukara ambe komo bubu da birti drapie. Dus wa heiden vrouw, dus wa niet Israëliet. Na bewa kana ambe, dus wa niet Israëliet. Wa vrouw en lonko na Christus. Lees je. En abe bare ki hem taki. Sari fu mi, o masra. Mi man piki fu David. Lees je, Christus na man piki fu David. Lees je. Because mi oma piki abe tumusi trobi na nga wan takuru yeye. Dus wa takuru yeye be fera fru a aktiva vrouw. Lees je. Wa takuru yeye be wan kira aktiva vrouw. Na longos kuye bina Christus, lees je. Maar alo ben piki hem noti. Dus Christus ne, pika vrouw. A vrouw en longos kuye bina Christus, Christus en wakafie boko.
lazy. And him disciple been come for begging him tacky. Mm-hmm. Send me him go away. Now what's the disciple for tacky? We have got all this motor jam. And I claim like a Christian service in a way that might be here again. Christian, I can't pick up from this. I probably know school here, but I'm picking. The disciple that we have for put this. Lazy good. Send him go away now and trap racing. Because a bar in a way back up. Lazy good. Ma aben piki taki. Mi ben kom fu dem lasis kapu fu da koso fu Israel nomo. Sakristo stay gafro. Ma aben piki taki. Mi ben kom fu dem lasis kapu fu da koso fu Israel nomo. Gisuma Christus kon el den egi movo. Mi ben kom fu dem lasis kapu fu da koso fu Israel nomo. Christus ta kapu gi dem lasis kapu fa koso fu Israel nomo. Ma da wansan pou sa. Dus Christus te egi suma kongi. Ano mi taki. Ma toch abe je pa vrouw, afrouw taki lezi godo. Oje tak toch a je pa vrouw lezi. Ma abe piki taki. Mi ben kom fu dem lasis kapu, fu da oso fu Israel nomo. Danda uma ben kom an bege hem taki. Masra, ye bimu. Lezi. Ma abe piki hem taki. Alo de boom fu teki, da nyanya fu dem piki. Kloe ki dem dagu. Dus Christus vergeleik afrouw dis a heiden vrouwlik man dagu. Lezi. En aben taki. True, Masra. Doku dem dagu nyan dem saka-saka disi fadoko moku dem Masra tabra. Dus afrouw bap saka fasi soudana taka-taka true. Toch, ma meku nyan de saka-saka momo. Mi sak taki kongi de pchim Israel, ma toch gini pchim sof de saka-saka. Afrouw saka in serevi. Ma de heiden fomo no. Nee, so braka man. Mo biki mona den. In over kit sagado betegi Abraham. If ye bless the chief Abraham, dan pas gado bless the heiden. Dus giulek heiden, if ye nef warder the chief Israel. Ano wungi. God of Christus for Christus voor gelijk aan vrouwelijk, maar dat wou vrouw dat ja true. Maar toch, die niet chies op de saka saka en Christus die pa vrouw. Omdat dat vrouw saka en zere die, letterlijk als Samson saka dat betekent die Abraham. Eta maar lezi, suma Christus saka kon die laatste lezi? Maar abe piki taki, mi ben kom voor de laatste kapu voor de oso voor Israel nomo. Christus saka kon die de laatste kapu voor oso voor Israel nomo. Maar toch, hij je pa heden. Dat dus dat want dat die na de gide Israëlite Christus komt, maar de vide van heiden en je hebt sacrifice en je moet volop gado, toch je ook is je pie. Maar af mee doe la eerste massa kon je na de Israëlite. A Babel taki. Wat am I testing deze? Christus ben sen die dem 12 disciples disigo. En ap ben commander dem taki. Jezi. Nogo na inin da pasi fu dem heiden suma. Dus Christus die sen de 12 disciples disigo kwa ta wotu. Sa te gide? Logo, en aben komanderi dem taki. Logo na ini da pasifu dem heiden suma. A tege da kan, tege da kan mogwa de heiden. Lizi. En logo na ini dem putofu dem Samaritan suma. Dus de spede Samaritan beta na de heiden beta da belizi. Ma go na dem lasis kapu fu da oso fu Israel mama. Suma dem de disipol musgo. Ma go na dem lasis kapu fu da oso fu Israel mama. Wawan? Eta malizi? Ma go na dem lasis kapu. Da oso fu Israel wawa. Christus tegi de disciple tap no wa de heiden en u sabi kwa tap wa heiden na wa niet Israel en wa scheldo wa wa wikit ma no wa heiden na wa niet Israel. Christus tegi de tap go na de Israelite wa wang. De Israelite wa tegi de disciple fu go. Dus Christus kongi de Israelite wa de wa lam di son du gine. Maar dat kan tak, dat nu want tak heb je dan een heiden die nog een koningin. En die weet niet al hoe kapper half af vrouw. Let eerst heb je dan een heiden, die moest nog geven toe te maken naar de Israëlite. Heb je dan een heiden die je job hebt waard dat de Israëlite nog belangrijk. Dan had trouw je alles maar naar lobby. Je nog bekken. Want ga dan tak de Israëlite naar eit, naar eit apparatijn. De oogappel, zo belangrijk als je de boven alle trasma en je betak dan naar niks. Dus ga dat de Israëlieten de boven alles maar en if you know wat heiden dat je tak de naar niks. Dat zijn we dat belangrijk. Dus jullie maar heiden, eerste zin
Fafi wie kisa koninkrijk. De heden ook in naar koninkrijk. Ook werkelijk. Ja, if je leest bij de heden ook in naar koninkrijk. Nou, Israël is toch wel. Maar zo heden zij geven tot aan werkelijk. Hoe de chief Israël dat is. De afvolg van dat. Koe volg dit. Je moet dat zakken van zeven in een heden. Maar je neemt goed zien. Dus hoe dat heden ook in zit. Maar wat je ook doet, ook toe. If you know one need Israel, he can go in now. There's the white man, the slaysi, the Arabier, all the folk are going in now. But toch, Alasma no gelijk. The Israelite de boven Alasma gado tak dat voor eeuwen. Go na Romeine 1 vers 16. Nieuwe Testament, lazy brother. Because, Minoshem, for the bonus of Christus. Lazy. Because ade da krakti fu kado fu forlusu ibrisu ma disi de bribi. Dus ibris ma sa ibribi, visi na wa Israelit, visi na wa heiden, visu ma na ju, yo kis forlusu. Ma sana, tseka follow order, lazy. Dem ju fosi. Dem ju fosi, dem ju lek eshta, wande de bovo alas ma, lazy. Nanga dem grigis ma tu. Dan pas de grigis ma nanga de tera heiden. De ju sa? Dem ju fosi. Dem ju lek eshta. Alas ma o kis forlusu ma sun? Dem ju fosi. Dem ju fosi. Alles nou kies van ons in. Maar dem ju lep eerst. Dus Christus kon die ding. Dus nou begrijp sa Christus. Suma kon die en sa kon die. A kon die de Israelite. Fuko poer de zon. Fuko delek wan lam die de wan. Na de Israelite. Wan bekies a oude testament. Na de oude kies a nieuwe testament. Paulus na na heer bijbel tapi. Maka die Christus delek. Na die de disciple wan tra op dera. Oké. U lees ik wat ak de ju lep eerst. Dan de heden. Daarom, a eerste smasa Christus sinds de disciple go, na de Israelite, de julek eerste altijd. Lees in Matthäus 10 vers 5, bakai dan lees ik. Christus benzini dem 12 disciple disigo, en abe commanderi dem taki. Logo na ini da pasi ku dem heden suma. Lees ik. En logo na ini dem foto ku dem samaritani. Dus a no muskwa de heden, lees ik. Ma go na dem lasis kapu ku da oso ku Israel loma. Maar le fa Paulus tak, eerst de Joden, daarna de heden. Waka di de disipol para ta wodu di de Israelite. Alla de Israelite suma. Dan pas de heden ekon he. Gona Matthäus 28 vers 19. Kudate de goleri ala dem nasi. Suma musu. Kudate de goleri ala dem nasi. Goleri ala dem nasi. Dus in goleri ala nasi heden zowel Israelite. Maar ofan di de Israelite altijd lek eerste. Dus we leri ala suma. Maar de Israelite lek eerste. Daarom de eerste video naar de Israëlieten voor zo'n volk. Lees je? Kudat ede goleri ala dem nasi. Sakreste stijgeren. Kudat ede goleri ala dem nasi. Is je? Dus dat betekent het eerste. Voor de woorden Israëlieten wat wang. Baka dat dem goleri ala nasi. Dus de julek eerste. Dan ala nasi ekonlek tweede. Lees je bedoro? En dopo dem la ini da nem fu da tata. En fu da piking. En fu da santa yeye. Zijn we zo'n adem? En dopo dem da ini da nem fu da tata, fu da piking, en fu da santa ye. In dopo dem. Gona handelingen 2 vers 37. Dus Christus onki de Israelite apodele kwa lampi dem. Nou sa yumus lufi kwa ina niwa tersame. Wan di lezi, tak de chief Israel be de ina wilderness, di Moses be meka a oude tersame nanga dena magado. De disprenkel bukren desma be pikita ya. No saimus do fico in a New Testament. Alas ma no go in a New Testament. Mun kurus ma owa hel a Bible tak. Weinig sma o volle ga rekvaardig pas. If you want go in a New Testament, saimus do. Go na handeling. Handeling a 2, vers 37. Mek a Bible tak in saimus do. If you know a heiden of wa Israelit maak ni tak. Saimus do if you want go in a kuru kondel. No. Nou die dem ben jere disi, dasani ben juku dem na ini dem ati. Leisi. En de ben taki, di Petrus naga dem tra apostel taki. Mansu pa naga brada, sawi musu du. Sawi musu du. Dus sawi musu du. Leisi. Na Petrus ben taki ki dem taki. Drai ulibi. In drai ulibi. Ore. Faye drai ulibi. Na botrom. Saiwani, do saiwani pon keer die Christen of soos kolom die wangona, so de draai libi? Faye draai libi. Psalm 19 vers 7, lees je. Da wet fu masra, de sondero fondu. En a draai, da sili kon baka. Sai draai libi? En a draai, da sili kon baka. Da wet fu masra, e draai, da sili kon baka. Dus te draai libi, na te ye hora wet. If mi na be wan furman, mi e furmoro, mi draai mi libi.
Even bij legis, ma. Mine le imoro. Wat mi draai mi libi. Even bij nya agu. Mine nyame moro. Wat mi draai mi libi. Na wet. Te hora wet. Na so ye draai libi. Even bij begi wet, ma Jezus. I draai libi toch. In het drie moro, na wet, want a wet taki no mag begi beeld sas ma me kan anu. Na ma foto yu wanka aroma beeld na sem. Evi be volg heiden geloof Christendom of soort san. Of soort libe volg. I draai libi toch, i volg a Bible no. Des ma draai libi, ma de danga wet ma Jezus foto ete. Na f kruis of wan beeld na deneki ete. Des ma draai libi ma dene wora sabbat no no na sonde. Ma i draai libi, ta wet eta na sabbat. Je vier kerstfeest na alle die debriefeestdagen. Kerstfeest nee komt voor in de Bijbel naar Satan. Die je draai libi, maar mino safai draai libi. Maar noa wet de kerk, maar no leri maar draai libi. Na wet e draai libi, na wet e draai libi. Even hebben we een homo in de homo moro. Even ben je verkracht, even ben je vervoer, even ben je roof. Noem maar op soort ogri ben doen, alles maar ben doen ogri. Alles maar ben fout, noem maar no moro, want er is maar. Maar mijn punt na... Na wet e draai ilibi minus a fades my draai ilibi. Fades my draai ilibi in de kerkie of warda ook. Maar de tadoa sam ogri godoro. De lopo uit die de massa ete ma de draai ilibi. Maar de priestim. De suku ala de vrouw de traman in de kerkie. Maar de draai ilibi. Maar na wet fugaro da peta kino. Ma go suku tras ma vrouw. E fufura moni fa collecte na ala de sot ogri za desma idu desma sapsa deru. Disa an orde desma sapsa deru. My draai ilibi. Dus a wet e meki draai ilibi. Te ibi gihora a wet dan pasi draai ilibi. Gwana pe ube de maka? Akta nerta. La Petrus bentaki ki dem taki. Draai olibi. Dus in koina New Testament ki draai ilibi, lezi. En ibrima fokun teki dopu na ilibi. Dus imus dopu imus draai ilibi, de imbi gihora da wet, da imus go dopu, lezi. En ibrima fokun teki dopu na ilibi da nemfu. Christus. Dus in draai libi, dat je teki dopu. Na zo'n is dat voor in het Nieuwe Testament. Dus Christus, kogi de Israëlite kwam lang voor de zonde. Dat ako du. En ook of kokur wet takin af, du wet ik akiri, kan verklaring, kan loof, en dat ako du. Nou je begrijp sa Christus kodu, en nou je begrijp suma kogi Christus kogi de Israëlite. De heiden kapo arbeid, paste de heiden toe. Dat nou wan if Christus. Nou is dat Christus kon. We maken wat traf in jou. Voetbal wees nou. Die Christus ook op tweede lezen. Zij kon doen wat tweede lezen. Dus zou we maken je na eerste lezen. Zij kon doen wat tweede lezen. Shalom.